Goedemorgen en welkom bij een nieuwe vlog. Het is 5:30. We zijn op Schiphol. We gaan naar Marrakesh, gaan spullen checken. Ja. Olly, kom! Wij hebben even geslapen toen we aankwamen en we zijn net wakker geworden. En nu gaan we eten bij Nomad. En ja, volgens mij is het Nomad. Nee, hier moeten we niet zijn. Wij zitten bij Nomad. Ik heb een vegetarian plate. En Olly had gazpacho op. Die vond ze heel lekker. Sander heeft calamari. En Biebs heeft een kippetje. Een maas van winkeltjes en dingetjes en kleine steegjes. En uiteindelijk zijn die restaurantjes allemaal boven op het dak. Dan kijk ik zo over de hele stad uit. Super nice. Toch, Mark? Ja, super nice. Het eten is echt heel lekker. Waarom lach je? Ik moet hem niet lachen. Niet zo knap in. Moet ik altijd een beetje lachen. Ik word verlegen van. Wij zijn nog steeds aan het struinen. In de soeks. En ik vind het echt zo leuk. Ik heb zoveel leuke spullen gekocht. Ik heb net deze ketting gekocht. Tenminste laten maken. Het is echt leuk. Want ik wil ook een beetje inspiratie opdoen voor somewhere. Voor leuke nieuwe sieraden. En ik vind zoiets wel echt leuk. Maar het kan zijn dat ik dat wel leuk vind. Maar ik ben er heel blij mee. Dus we gaan nu even naar het hotel lopen. We doen eigenlijk alles lopend. Er komt een ezel langs. Ezel! En gaan we ons omkleden. Ik heb trouwens geen foundation op, zoals jullie waarschijnlijk zien. Want ik dacht, ik ga mijn huid deze vakantie weer even rust geven. Dus dat doe ik niet op. En dan gaan we vanavond uit eten bij Elfen. Dat is een boutique hotel. En dat is het hotel van het zusje van Richard Branson. Even het mij laten vertellen. Daar gaan we straks lekker eten. En dit vervelende stoute meisje loopt aan mijn hand. Olivia is altijd heel stout de eerste dag ergens. Dan moet ze een beetje adjusten. Wij zijn aangekomen in Elfen. Dat is een hotel en daar is een restaurant. Hier zo'n dak terrasrestaurant. En we gaan nu lekker eten. Daar is Olly. En de sunset was echt heel mooi. Die hebben we hier net even gekeken. Zijn jullie er klaar voor? Ja! Goedemorgen. We zijn in Marrakesh. Zo tof. Kijk nou. Daar beneden wordt gegeten. Hoi dames. Hoi. Hoe gaat-ie? Slurp je dan zo? Lekker hoor. Kom maar zo aan. Doei. Ja, nou, het ontbijt is er. Het ziet er allemaal zo lekker uit. We hebben allemaal zelfgemaakte jammetjes. Die pannenkoeken zijn zo lekker. Die zijn een soort van crunchy. Broodjes. Granaatappels. Is het lekker, Olivia? Oké, ik heb mijzelf een klein beetje opgemaakt. Weer geen foundation op gedaan, want ik dacht. Goed hè? Ja. I need to get a pretty skin. Dus hopelijk helpt dit. Niet roken helpt denk ik ook wel. Sander en ik zijn wederom gestopt met roken. We hebben geen sigaretten bij ons naar Marrakesh. Bibi is trots op ons. Maar ik heb het idee dat je ook van roken super slechte huid krijgt. Dus wellicht ligt het daar aan bij mij. Maar ik vind het eigenlijk helemaal niet moeilijk om niet te roken. Dus ja. Dat is wel chill. Ik heb echt zin in al het lekkere eten. Ik zat net naar de vlogbeelden van gisteren te kijken. Toen zag ik al iets dat ziek en zo. Sander is net wakker. Ik ben zo moe. Ja, lekker toch? Echt. Het is altijd als je op vakantie gaat dat je zo moe bent. Helemaal geslacht. Geslacht. Waar moeten we gaan? We gaan nu naar Riad Jasmin. Dat is hele schat van Riad. Doe het lachen? Doe het lachen? Nee, gewoon zeg maar normaal. Gewoon alsof je geen zin hebt. Ik ben gewoon informatief aan het vertellen. We gaan nu naar Riad Jasmin, gaan foto's maken. Olivia is zo obsessief met dit wat ze kijkt. En dan gaan we lunchen, maar ik ga jullie overal weer naartoe nemen. Morgen gaan we naar de woestijn. Oh ja, ik zal even laten zien wat ik aan heb. Ik heb die top aan die Bibi voor mij geshopt had. Wat vind je van mijn outfit? Ja, leuk. Ja, hè? Ja. Die top die heeft Bibi voor mij geshopt bij Brandy, toch? Deze rok ben ik echt super blij mee. Van de Mango. En ik denk dat ik mijn knalroze Chanel tas ga meenemen. Dat is wel leuk, toch?
Ja. Niet onzeker, dat is gewoon leuk. Dat is leuk, ja. En mijn haar heeft zoveel uitgroeid. Maar ik vind het niet zo heel erg. Mijn haar breekt natuurlijk echt mega erg af. Dus ik ga highlights nemen in plaats van blondeer. En ik ga pas volgende week weer. Dan ben ik best wel lang niet geweest. Dat is wel goed. En Bibi, wat heb jij aan? Jij bent helemaal storeheads, toch? Ja. Ja. Dat is ook leuk. Ik heb ook een beetje moe, hoor. Ja? Ik heb zo lekker geslapen. Ik voel me echt zo fit. Oké, let's go. Oké. Papa, zeg eens waar we zijn. We zijn in de Riad Yasmin. Het is hier zo mooi. Het doet me een beetje denken aan Romeinse palacio's. Weet je, daar heb je zo'n binnenplaatsje, wat echt heel tof is. En daar woont iedereen dan. Hier wonen gewoon vroeger hele families met opa's en oma's. En de binnenplaats is dan een beetje waar alles gebeurt. En wat echt heel tof is, maar buiten is alles eigenlijk best wel, zeg maar, afgesloten. En niet heel toegankelijk. Maar binnen is alle pracht en praal. En dat spreekt me enorm aan. Dat vind ik echt fijn. Ja, vind ik echt. Vind jij het hier ook leuk, Olly? Oké, die zondag spreekt wel. Olly, jij vindt het hier ook leuk? Vind jij het leuk, Noor? Ja, heel vet. Gelukt, hoor. Oké, eindelijk een keer dat ik niet vergeet te vloggen zodra het eten er is. Ik heb hamburger, mijn gemixte salades, Bibi heeft een feestje, burrata, geliefd soepje. Echt feestje dus? Ja, het is echt heel lekker, hè? En het ziet er hier ook heel leuk uit. Een soort van tuin, hele Le Jardin waar we nu zijn. Oké, wij hebben echt super lekker geluncht. Was het niet hier? Nee. Ja. Nee, niet. We hebben echt super lekker geluncht en we zijn nu terug gaan lopen naar ons hotel. En ik denk dat hoop eigenlijk dat Olivia dan een middagdutje gaat doen. En dan ga ik even foto's editen. En volgen jullie Bibi trouwens al op Insta? Bibi's Insta is open nu en het is @BibiKleinenberg. Dat zou ik wel leuk vinden als jullie haar volgen. Ik ook. Bibi ook. En die post ook fotootjes van de vakantie en zo. Maar ja, dus dat gaan we doen. Gaat Olly even slapen, wij een beetje werken. Moet ook even wat e-mailtjes en zo doen. Het is hier trouwens 1 uur tijdsverschil nu. Is yes, we zijn er. Oh ja. Yay. Oh, in één keer. Ja. Dit is zo'n leuk stukje, vind ik, om te lopen. Ja. Ja, hier mag je wel zelf lopen, oh. Oké. Wij komen aan bij de plek waar we gaan avondeten. En het heet El Trattoria. Ja, als jullie naar Marrakesh gaan, is deze video denk ik echt leuk omdat ik zoveel hotspots laat zien. En dit is een Italiaan. Kijk, ik ben nog nooit in zo'n mooi restaurant geweest, oprecht. Het is zo mooi. We hebben alleen geen zin om foto te maken, maar misschien straks nog even als het eten komt. En we zijn ook best wel vroeg, dus er is nog niemand, want we moeten vroeg eten voor Olly. Hi guys. Hi. Het is wel een wedding place, vind je? Ja. Kijk eens. Olly. Ik ga zelf doen. Goedemorgen. Daar is Bibi. Daar is mama. Hallo mama. Hallo. Vertel maar even waar we zijn. Waar zijn we? Nee, bij een restaurantje. Echt? Ja. Je moet wel je gezichtje laten zien. Kijk, niet zo doen. Wat zo van ver. Wat verder. Ja, goed zo. Hoi, morgen. Olly, waar zijn we? Zeg maar waar we zijn. Bij een restaurantje. Verder weg. Verder weg. Kijk zo. Lekker. Oké, wij zijn aangekomen in de woestijn. Het is vandaag donderdag. En het is hier echt super mooi. We gaan hier slapen vannacht. Echt super leuk als een soort van afwisseling van ons schema. Ik zal even een kleine tour geven. We zijn nog niet in onze kamer geweest, dus daar kan ik niks over zeggen nog. Maar hier is het zwembad. Dit is dus een uurtje van Marrakesh. Hier is het zwembad. En daar hangen allemaal lichtjes in alle bomen. En kijk. Dit is, ik kan je lekker lunchen. We gaan zo ook lunchen. Het is 1 uur nu. En hier gaan ze vanavond alle vuurdingen aansteken. En Bibi en ik gaan straks op kamelen rijden. Om over 3 uurtjes of zo. Maar dat kijken we even of we dat kan vloggen. Kijk.
Mooi. En hier heb je zeg maar allemaal van die tenten waar je dan bijvoorbeeld in kan lunchen. Ik ben echt heel benieuwd ook hoe onze kamer eruit ziet. Kijk, heel vet. Allemaal zo leuk ingericht ook. En dit heet La Paus. Wat gaan wij doen? We gaan naar kamelen. Wauw. Leuk outfit. Mooi, hè? Wat regent gewoon in de woestijn. Keihard. Het is erg zwaar. Olly, vind jij het leuk hier? Ja? Fijn. Je ziet er wel heel lief uit. Noor en mijn vader zijn foto's aan het maken. Olly, wat ben je aan het maken? Een soepje maken. Een soepje? En wat zien we hier allemaal? Gooistenen? Nee, kamelen. Zeg maar. Nee? Ze zijn wel echt super mooi. Ze zien er heel mooi uit. Kijk, daar in de verte. Ik ga proberen in te zoomen. Zijn Sander en Bibi op een kameel aan het rijden? Zien jullie dat? Daar. Ik bedenk me net dat ik mezelf nog niet gefilmd heb vandaag. Maar ik heb dus... wat wilde ik zeggen? Oh ja, ik heb mijn haar laten drogen, zeg maar. Omdat we hier geen elektriciteit hebben. Dus ik kon het niet stylen of feunen. Dus nu vind ik mijn haar wel stom zitten. Dus ik had er even een doek in gedaan. Maar dat vind ik ook niet leuk. Maar goed... Dat is mijn gezeur van vandaag. Het is wel heel cool. We slapen dus in een tent. Die heb ik nog niet gefilmd volgens mij. En ja, één nachtje. En dan morgen gaan we weer terug naar Marrakesh. Dus wel een leuke onderbreking van onze reis. Yo. Laten we even een beetje een tour hier geven. Oké. Alright. Kijk. Dus, yeah, basically zijn we dus in het desert. Dit is onze tent. Ja. Yeah. En dan is dit helemaal de omgeving. Daar zijn nog meer tenten. En dan heb je hier zo'n... Ja. En dat maar gaat... dit, kijk, dit groen, maar dat is dus echt oprecht, dat is dus gewoon een oase. En die jongen die vertelde mij, dat is dit 17 jaar geleden begonnen. La Paus. 17 jaar geleden, het heet ja. La Paus. En hij kwam hier en dacht, ja, dit is wel ongeveer waar ik moet zijn. Vaak is een oase natuurlijk gewoon het diepste punt van een woestijn, dus waar al het water uiteindelijk terecht komt. Ja, dat zie je hier ook wel. Het is gewoon letterlijk een oase. Dus dat is wel echt heel dope. Het is hier ook echt heel mooi. Het is hier heel mooi en lekker rustig. Maar? Noor was wel een beetje bang, want er is geen elektriciteit in de tent. Dus ze kan haar en geen telefoon... licht. En geen licht, dus ze kan haar telefoon niet opladen. Maar we hebben al met heel veel leuke... Lampjes. Lampjes het een beetje leuk gemaakt. Dit is dus een soort van... Hoe noem je dit? Ja, een soort tuin. Ja. Met allemaal eten gelegen. Zie hier ook het restaurant en zo. Ja. Daar is een tent, hè? Dat vind ik zo tof. Daar gaan we vanavond in eten. Echt leuk. Gaan we? Mag ik hem mee? Oké, ik geef jullie wel eventjes een kleine tent hoor. Want we slapen dus in deze tent. En dit is ook ons uitzicht. Dus zo worden we weer wakker morgenochtend. Zo mooi. Oké, en dan heb je hier een leuk zitplekje. En we hebben net wat thee gehaald. Olly, vind je het hier mooi? Ja, hè? Kom je wel op het kleed staan? Anders wil je sokjes fietsen. En dan ga je zo hier naar binnen. En dan, ja, het is niet heel groot of zo. Maar dan heb je daar een bed, daar slaap ik. Hier twee bedden, daar slapen mijn vader en Noor. En daar slaapt Olly. En het liggen allemaal super leuke kleden ook. En dan heb je hier, als je er dan omheen loopt, dan heb je hier een klein badkamer. Zo. Ziet er heel cute uit. Hè? Ja. En nu gaat de zon onder. Oh. Zo mooi. Papa. Ha 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 ha
wij hebben even in de tent gechilled. En nu gaan we eten. En alles is dus een set menu. Dus ik ben benieuwd. Waar heb jij zin in? Alles. Jij? Ik heb zin in tzatziki. Olly, doe nou voorzichtig met die steen. Olly vindt die steen hier helemaal geweldig. En het wordt donker. Dus dat is spannend. Want alles pikdonker hier. Kijk hoe leuk het allemaal is met die lampjes. Wat vinden jullie van het diner? Kijken! Ja, super, super romantisch. Het is mijn les. Olifant! Olifant! Daar! In de verte. Hele grote? Ja. Hele kleine? Nee, een hele grote. Maar het lijkt wel echt zo. Dit is zo romantisch hier allemaal. Zo leuk. Wel cool om te trouwen hier. Is dat een suggestie? Goedemorgen, Olivia. Goedemorgen. Goedemorgen. Kijk, Bibi heeft lampjes gemaakt. Had je dat gisteren al laten zien eigenlijk? Nee, wel. Ja. Olly, zeg eens goedemorgen. Olly is chagrijnig. Die wil eten. Goedemorgen. Olly heeft een kerstpyjama aan. Jongens, ik vergeet heel de tijd te zeggen. Oh, wat gek is. Olly is onder de rug gestoken. Mama, zeg je ja? Ja? Zeg je Mama, zeg je Mami? Ja? Pas een vriend. Hele wereld. Jij bent mijn beste vriend van de hele wereld. Ik ben zo mooi in blauw. Echt? Ja. Misschien moet je... Oh, nog een kusje geven. En nu ter... Nog één? Mag ik bijten? Nee! Nee! Uit het billetje. Niet bijten. Nu heb je auw. Nu heb ik auw. Ik moet even iets vertellen op de vlog. Vandaag, nee gisteren, zijn de tickets voor de Closet Sale op 11 november online gegaan. Kan ik die ook kopen? En ik heb hieronder een link waar je ze kan kopen. Maar jullie moeten wel snel zijn, want ik... Zag dat er gisteren via Insta-stories heel veel al verkocht waren. Zo, go get it. Ontbijten. We gaan ontbijten. Wil je een showtje aan het opvoeren? Wauw! En wij zijn onze spullen aan het pakken nu en we gaan terug naar Marrakesh. En ik ga ook bij deze de vlog afsluiten, want volgens mij heb ik echt super veel gevlogd deze week. Dus heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet niet te subscriben en laat even een comment achter. Dat zou ik wel leuk vinden. En dan zie ik jullie woensdag weer. Oh ja, en vergeet niet de video met Bibi te kijken als je die nog niet gezien hebt van woensdag. Die zal ik hier ergens linken.